Veel geallieerde vliegers kwamen om, maar enkele konden terug naar hun geboorteland. De vader van Jan van Heerde uit Oldebroek, een politieman, leerde een vlieger kennen. Hij kreeg van hem deze zijden landkaart, makkelijk mee te nemen en moeilijk kapot te krijgen. Op de kerkhoven in Oldebroek en Oosterwolde worden gesneuvelde vliegeniers herdacht uit Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In Oosterwolde liggen 11 soldaten begraven. 24 soldaten liggen op het oude gedeelte van de begraafplaats Ekelenburg aan de Minneweg Zuid in Oldebroek. Ze vormen ruim een halve cirkel met daarbinnenin groen. Hun leeftijden variëren van 21 tot 30 jaar. We staan hier ook bij de 7 graven van de kruis in Polder-Oosterwolde. Dat is een Lancaster. Het is 22 juni 1944, 3 uur in de nacht, dat daar de vliegtuig neerstort. Er is een heel verhaal van bekend, van de vlucht. Wie hem neergeschoten heeft, welke Duitse jager. Hoe het allemaal gegaan is, dat is allemaal bekend. En dat wordt op een herinneringsbord ter plaatse van de kruis wordt daar opgericht. En die naam, waar de pad waar de kruis gebeurd is, krijgt een naam. Dat is het Lancasterpad. 7 bemanningsleden die er ook in zijn vliegtuig zitten. Want zo'n Lancaster zat er altijd 7 in. Ik kan ze allemaal wel opnoemen wat ze voor functie hadden, maar iedereen had een functie. De was schutter en de andere was navigator en boordwerktuigkundige. 2 piloten. Dat moesten we in zo'n grote Lancaster inzetten. Het waren grote vliegtuigen voor die tijd. Ze konden ook een hele grote lading bommen meenemen. En die Lancaster is eigenlijk in de oorlog is eigenlijk het vliegtuig geweest, de bommenwerper die het meeste kon vervoeren. Ze werden ook constant aangevallen en er waren Duitse jagers, die wisten precies op welke manier ze deze vliegtuigen aanvallen. Er was een achterkant naderen, schuin van achteren en verwonderen, dat ze de schutters eigenlijk niet konden zien. Die tactiek die werd vaak toegepast, er zijn Duitse jagers geweest die de 5 op een avond neerschoten, Lancasters. Je kunt nagaan wat voor mensenlevens dat gekost heeft. Die oude verslagen lees, waar die piloten daar in die loodsen zaten, waar ze macht moeten op de aanvallen, wat er dan gebeurde. En ze zeiden tegen me, als ze een keer in de lucht zitten, dan is de angst helemaal voorbij. Maar voor die tijd was het echt spannend. Ze moesten voortdurend naar de wc. Voortdurend werd er contact opgenomen met bekenden. Het moet echt een angstige situatie geweest zijn om in zo'n vliegtuig te klimmen en in de aanval te gaan. Het is geen sinecure. En dan deden ze voor onze vrijheid. Misschien ook voor hun eigen vrijheid, want Engeland werd ook aangevallen. Hier, wij wonen hier aan de Grote Woldweg. En wat u nu ziet aan bomen en boerderijen, was toen niets van bekend. Het was allemaal kaal en polder. Ja, wat er eigenlijk met die kruis gebeurd is op 22 juni, dat mijn vader zei, ja, er is eigenlijk een vliegtuig neergevallen en morgen, dat was weer zaterdag, gaan we er naar kijken. Want ja, het is heel treurig, er waren 7 mensen bij omgekomen. Dat was in die tijd, ja, Engelsen. Als er een Duitser omgekomen waren, vonden we niet zo erg. Dat was altijd heel leuk. Ja, we staan hier nu aan het begin van het pad. Dat heeft geen naam en het heeft eigenlijk een
nu een naam gekregen van de gemeente, het Lancasterpad. Lancasterpad, zeg maar in het Nederlands dan, zal het toch wel zo worden. Ja, hier is eigenlijk op het midden is een brugje, dat gaat over een wetering en daar vlakbij is de crashplaats. Ja, maar toen was het, dan moet je niet zeggen dat ik over zo'n mooi pad liep vroeger. Dat was allemaal langs het weiland. Dan had je de klomp aan. Dan liep je door het weiland en hier was een waterweg. Het was smaller dan deze. En naast zo'n waterweg is het altijd droog. Als je dan verderop komt in het land, dan is het moerassig en nat. Je ging er nooit alleen, daar stel ik je buurjongens. En dan ging je daar naar kijken. En, je nam een schopje of je nam wat mee, of er lag ook wel vaak wat van het vliegtuig. En dan ging je daar in de grond aan het morrelen, tot je wat vond. En het mooiste was dat je mica vond. Mica, dat was de vliegtuigglas. En daar maakten we ringen van. Kon je zagen met de figuurzaag. Figuurzagen was toen erg in. En daar kon je de mooiste dingen van zagen, van dat mica. En je kon het ook met een vergrootglas. Je had namelijk van die kniplichten vroeger, er zat een groot rond glas op. Dan pakten we dat glas van dat kniplicht en in de zon op dat mica. Oh, daar kwam al die rook af. Dat was zo mooi. Daar gebruiken we het ook voor. Hier zijn we op het bruggetje. Dat is het bruggetje vanaf de Drie Merkenweg naar de Wekkerwoldweg. Dit kreeg het naam Lancasterpad. Dit is ook in de buurt van de crest van de Lancaster. Die staat 50 meter ongeveer. Precies kan ik het niet zeggen, maar is hier vandaan 50 meter vandaan neergestart. Ik ben eigenlijk, dat ik hier voortdurend een fiets, ben ik geattendeerd op iemand die hier, dat ik in juli hier kwam, weet dat ik fietste en dat er een grote platte wagen over de Wijkerwoldweg een paar de vrachtstukken oplagen. Het was een heel groot stuk aluminium. Nog wat kleinigheden die erbij oplagen en dat is van dit toestel hier geweest. We zijn op zoek naar monumenten in de gemeente Oldebroek. En hier zijn we in Hattemerbroek, wat ik dus absoluut niet wist en wat ik zelf een beetje beschamend vind eerlijk gezegd. Van dat hier een monument staat, dat het hier eigenlijk zo toch een beetje weggemoffeld zit. En dan lees je dat de twee jongens van 23 en 27 jaar hier in hun vliegtuig zijn neergestort voor onze vrijheid. Het is al ruim 70, ja, straks 70 jaar geleden, maar dit mogen we niet vergeten. Achter ons hoor je het geluid van de snelweg van de A50. Het is het kleine weggetje in tegenover de kwekerijen die tegenover elkaar zitten in Hattemerbroek. En dan zie je dit, twee jongens, 23 en 27 jaar. Moet je toch niet aan denken?